Feyenoorders, het heeft even geduurd, maar we hebben een nieuwe aflevering van Live Like a Pro. Dit keer ga ik mee op pad samen met Igor. En Igor zit in de Combat Club. Wat dat precies inhoudt en waarom dit belangrijk voor hem is, dat gaan we hier achter uitzoeken. Ga je mee? Hey, retrasado. Nee. Oh. Igor. Tu cerebro. Oh, bijna. Rip. Winners. Leo is savage, man. Leo is, he's only playing for wins. I like it, but. Here we go. Yes! Hey, yes, yes! Good, good! Hey, good, good! Wat vind je zo leuk aan de Combat Club en waarom doe je hier mee? Ah, ik was meer een trabalho extra para nós. Heb je ook al een groot verschil gemerkt tussen voordat je meedeed aan de Combat Club en daarna tijdens de wedstrijden? Sim, sim, deu bastante diferença. Tô mais preparado fisicamente e mentalmente também. Oh, en wat kan je daar iets meer over vertellen over wat het mentaal met je doet? Ja, mentalmente, concentrado, foco, né, no exercício que estão passando. Acho que é bom isso também para nós. En zijn er buiten de Combat Club ook nog andere dingen die je doet? Volgens mij doe je ook yoga, geloof ik. En zijn er nog bepaalde andere trainingen die je buiten 1908 doet? Jogo, fico em casa jogando FIFA. Às vezes tem, eu vou na piscina e vou na sauna também no meu prédio, isso é bom, é importante também. En wat doe je dan in het zwembad? Is dat puur voor de ademhalingsoefeningen en de koutrainingen of doe je nog iets specifiek anders? Para relaxar, musculatura, tem algum machucado às vezes, para soltar e o sangue circular bem. Dat doe je voor spierherstel. Zijn er nog andere dingen die je daarvoor doet? Volgens mij drinken jullie ook speciale shakes daarvoor. É verdade, tem tudo preparado ali. José Ruben Ele deixa tudo preparado ali quando pós-treino, né? Pra passar e pegar e tomar. Que isso também ajuda na recuperação. Heb je nog voorkeur welke je het lekkerst vindt? Não, de banana. É muito bom. Je hebt vandaag een heel druk schema gehad. Je bent eerst begonnen met de training op 1908. Daarna had je een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En nu ben je hier. Hoe beleef jij zo'n dag? Eu fui no estádio. Teve uma parceria. Seria faz quem quer com o Feyenoord e na favela do Rio de Janeiro. Então eu fui lá, ele queria minha presença, que sou bastante fã de mim, as crianças. Então eu fui dar esse apoio e suporte lá. Ah, é importante, né? Muitas crianças, né? Que tem o mesmo espelho que eu, né? Que é de vencer, de ser jogador de futebol, né? Então acho que ser um exemplo para essas crianças é muito bom, é importante também, né? Dentro de campo e extra-campo também é muito importante. Ja, dat kan ik me voorstellen. Voel je dan ook een soort extra verbintenis met hun? Sim, claro, né? Já passei por lá também desde pequeno. Me lembro também quando era pequeno, tinha um sonho também de ser jogador. Então, é gratificante estar falando com essas pessoas, sendo um espelho para elas, né? Is er ook iets wat je tijdens zo'n activiteit heel erg aan ze mee wil geven? Da conselho, certo? Para não desistir, né, do sonho. Tem muitas crianças que quer ser jogador e às vezes para no caminho, mas o meu conselho fica para ele não desistir e sim persistir, né, no sonho deles. Mooi, echt heel mooi. Het is nu meer dan een jaar geleden dat je naar Nederland bent verhuisd. In het begin had je natuurlijk Danilo, dat is nu niet meer het geval. Hoeveel verschil maakt dat voor jou bij Feyenoord? Olha, no começo foi bastante difícil, né? É uma experiência boa que a gente passa. Primeiro ano na Holanda, cultura diferente do Brasil, mas foi muito bem o suporte do Danilo, né? Aqui e me explicando cada detalhe do clube, dentro, fora do clube também, né? Falando com o que é, me explicando, né? Traduzindo, me ajudando. Isso daí sou grato por isso e eu vou carregar sempre para onde eu for. É o meu irmão para toda a vida. Hoe vaak spreek je hem nu nog? Ah, falo todos os dias.
pergunto como que ele está, o dia a dia dele, né? Ele também manda mensagem, também perguntando como eu tô, se eu tô bem, tô com cabeça boa. E a gente sempre troca uma ideia, dia a dia. E como vai com ele? Ei, tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem. Agora vai ser pai, né? Toda a sorte do mundo, felicidade, que a filha dele venha com saúde. Je vertelde net al over de Braziliaanse cultuur, dat het zo'n groot verschil is. Hoe vind je de Nederlandse keuken bij de chefs van Feyenoord? Olha, no primeiro momento, assim que eu cheguei, senti saudade da comida do Brasil, né? A gente sente, mas agora tô comendo tudo, tô comendo legumes, mais legumes, antes eu não comia tanto. E é importante também para o nosso organismo, acostumando, e isso tem muitas vitaminas também. E hoje eu tô mais acostumado. En als je thuis kookt, want in de avonden ben je natuurlijk in principe thuis, wat eet je dan? Eu não sou muito na cozinha não, eu sou mais de jogar futebol mesmo. Je hebt natuurlijk best wel vaak bezoek. Koken zij dan voor jou en wat maken ze dan? Cozinha, o masterchef é meu pai em casa. En wat is je lievelingseten dan van hem? Ah, eu gosto do bife, arroz e feijão. Esse é o prato principal. Oké, dat is duidelijk, ja. Dan wil ik het tot slot nog even hebben over je rituelen. Zijn er bepaalde dingen die je altijd standaard doet voor een training of voor een wedstrijd? Misschien wel in de bus, luister je bepaalde muziek of bel je nog iemand vlak voordat je de wedstrijd opgaat in de kleedkamer? Olha, eu converso bastante com a minha família, né? Minha família. Para mim tá mais concentrado também, né? E escuto bastante pagode, né? A música brasileira. E é esse meu ritual. Is het ook belangrijk voor je dat ze er bij bepaalde wedstrijden ook echt zijn? Sim, é importante para mim, é uma força mais para mim, né? Combustível mais. Então é muito importante ter todo o apoio deles e mandando mensagem de positivamente para mim. Oké, dat was het. Dankjewel. You can do like the tackle pad stuff and the stuff at the end that we had in the session plan. Yeah, but it will not be crazy hard, but just explosive and more rest, because these three had really hard session today. So more on technique and explosiveness. Ah, ja, ze daar. Lee, can you tell us all about the Combat Club? It's sort of spawned out of an experience of mine and some of the staff at the club with learning martial arts. Mm-hmm. And in my experiences in martial arts, you learn a lot about discipline and respect and some things that maybe football doesn't have so much of, because it's more of a team sport, and in martial arts you're really alone. It's sort of like a top up in an extra area of their athleticism that we try to provide to bring their game up to another level. For example, if you have a player who has not a lot of aggression and he's also a bit scared to join the Combat Club, how do you convince them? We encourage them to always try new things, and we feel that's very important for living life, not just being a footballer. So we always say to them, listen, come along, try it out, meet some of the guys, the coaches that we work with. They're great guys as well, and they will push you. But then the other side to that story is that sometimes the players, it's our responsibility to get them to do things that they need to do, but what they might not want to do. So that's also sometimes the case. But in this case, most of the guys are pretty open-minded. And what is your focus during this time of the season? Certainly in the beginning, one of the big themes was flipping the switch. Some of them, which you probably hear from, like Costello, where they are professional fighters as well, but outside of their cage or outside of their arena, they're super friendly people. And when they hit the training mats, they just have this switch where they just flip over and
go into killer mode, and then afterwards it's sort of all business. And I really think this is something that you can develop. So that's been one of the main focus points, I should say. And we try to mix some of the stuff that the boys learn here and that we learn here into, for example, the start of our strength sessions at the club or a little bit on the field with some of the coaches, in terms of like using your body, using your elbows. And there's always things that I believe some sports can learn from other sports. You already named one of the guys you're working with here. Can you tell me about this cooperation? How did it come together? Actually, when I moved to Rotterdam, I started looking at other training options for myself, and I had the good fortune to meet Stefan, who was worked previously in the army, had a lot of experience in mixed martial arts, but also a judo background. So he brought me here into this sort of old school gym, which I really liked the vibe of. And we hit it off, and he took me to a sort of a bigger group of mixed martial arts fighters. And that's where I met Costello and Gino, his younger brother. And he actually had an injury at the time, and it was an ACL injury, which is quite common in footballers that I worked with before. So myself, along with a couple of other staff members at Feyenoord, helped him to come back for his sort of comeback fight. And he was in and around the club quite a bit. And then we just started speaking about what his sport needs and what football is like and the differences and what's shared and what he can learn and then also what our players can learn. So it was at that point it kind of struck me, maybe it's a good idea to integrate some of these guys' experiences into sessions or something that we can offer to our boys, because like I said before, I think speaking to other athletes and learning from other sports is something that's really, really valuable, but it's maybe not done so often. Show your best combo to the group. And we'll get Jose or Masha to give a rating out of 10. Let them finish. Let them finish. Let them finish. Let them finish. Hey! Hey! Yeah! Whoa! Okay. Wat zijn jullie rollen binnen de Combat Club? Mijn rol binnen de Combat Club is in samenspraak met het performance team van het eerste op zoek gaan naar gecontroleerde agressie. We leren ze een switch aan, zodat van hey, we hebben dat in mijn rugzak op het moment dat ik het nodig heb op het veld. Nou ja, hier in de omgeving heb je iets eerlijkere feedback dan op het veld of op het trainingsveld. Hier kan je niet verstoppen. En ik probeer gewoon vooral op zoek te gaan van hey, heb je een switch, heb je een scherp randje? Kunnen we dat onder controle houden of moeten we juist aanleren van hey, je hebt gewoon blinde woede, ik ben bereid om dood te gaan, maar wel onder controle. Dus daar gaan we naar op zoek. Nou, daar was vraag naar vanuit Feyenoord. Ik probeer dat zo goed mogelijk te faciliteren of te provoceren bij jongens. En dat gaat hier makkelijker dan in de veilige omgeving van 1908. Ja, en een beetje confidence geven aan die gasten natuurlijk. Gewoon in een wedstrijd en buiten een wedstrijd. Je noemde net al zelfvertrouwen. Is dat iets wat bij jou wel natuurlijk zit of heb je daar ook zelf lessen voor moeten leren? Nee, ik ben in Spanje opgegroeid. Dus in het buitenland ben ik opgegroeid. Dus ik ben in een andere school in Spanje met allemaal Spaanse kinderen. Ik ben daar als buitenlander gekomen. Dus dat zelfvertrouwen had ik niet. Dat heb ik op moeten bouwen. En nu zijn we al zoveel jaren verder. En ik zeg, vechtsport is gewoon wat Liede net ook had gezegd. Het geeft zelfvertrouwen in alles. Het helpt voor je hele leven, maar het geeft ook heel veel discipline. Dus je kan er heel veel mee, maar je blijft ook heel veel respectvol. En op straat, thuis, overal.
Waarom is dat zo'n belangrijk, essentieel ding wat bij jullie altijd bovenaan staat, dat respect? Ja, als we puur over respect of loyaliteit, denk ik dat als je hier in de Rijnmond opgroeit, iedereen praat maar en wil wat. Maar voor mij persoonlijk en waarschijnlijk voor Costello ook, geeft het ook een beetje, hey, ik kan, ik mag niet, maar ik heb het wel in mijn rugtas zitten om te gebruiken. En je merkt zeg maar op het moment dat die feedback eerlijk is en je kan niet constant wegkomen met praatjes omdat je gewoon op je hoofd gestuiterd wordt. Dan merk je dat respect en elkaar beter maken, dat gaat eigenlijk hand in hand. Hè? Respecteer je trainingspartners, doe normaal tegen je ouders. Als je wekker gaat, kom je nest uit. Ja, ik heb dat heel erg van de sport meegekregen. Mm-hmm. Je neemt gewoon je verantwoordelijkheid. Vandaag hebben we Igor natuurlijk gevolgd. Hoe was hij toen hij voor het eerst bij jullie binnenkwam? Ja, Igor. Schatje. Ja, hele toffe gozer. Hele toffe, lieve gozer is het, weet je wel. Maar nu heb je bouwt natuurlijk band met elkaar op. Je ziet elkaar twee keer in de week. Nu zie je ook weer, hij is een beetje cocky. Maar dat is goed, gewoon op een goede, nette manier, weet je wel. Dus je kan een beetje grapjes maken met elkaar. Maar je ziet ook hoe die groeit in zijn professionele voetbal/vechtcarrière. Dus je ziet opeens, hij staat steviger op zijn benen. Hij loopt veel zelfverzekerd binnen. Eerst durfde hij niet echt te praten, omdat hij kan niet echt Nederlands praten. Maar nou, ja, het boeit hem niet. Praat hij gewoon in het Spaans, praat een beetje in het Spaans, praat je een beetje Engels, ben je een beetje van Nederland. Dus het is gewoon, ja, meer self-confidence geeft het hem. Wat waren voor jullie belangrijke elementen om met hem mee te werken en te verbeteren bij hem? Ja, ik denk de belangrijke elementen van Igor was, hij heeft natuurlijk wel een heel, maar hij is wel redelijk goed geboren natuurlijk. Hè. Hij is wel een bijzonder beweger. Hoe kunnen we zeg maar de methodes van het performance team binnen Feyenoord, de transfer hier op de mat of in de zaal, hè, die extreme blootstelling aan contactmomenten, hoe kunnen we die samenvoegen en uiteindelijk een transfer weer naar het veld hebben? Nou, ik denk dat dat vooral een stukje, niet alleen maar lachen, niet alleen maar humor, van hey, we hebben een bijzondere beweger. Hoe kunnen we die zoveel mogelijk provoceren, blootstellen aan een overmatige hoeveelheid contact? Als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n training als vandaag, hebben jullie van tevoren contact? Zeg je nou dit en dit en dit gaan we doen? Kijken jullie naar waar de spelers individueel staan? Of kijk je ook naar het deel van het seizoen waar je mee bezig bent? Ja, dus iedere dag wel, vrijwel iedere dag contact met de club. Voornamelijk met Lee, Jan of Ruben. We zitten in dit periodiseringsblok of we willen een traject starten met die en die. Dus ja, daar is gewoon heel erg veel contact, omdat je weet ongeveer van hey, dit was de lood vandaag of we gaan vandaag heel technisch. Het hangt ook vanaf van blessures die ze hebben. Als eentje met enkelproblemen komt, nou, dan laten we die benen met rust. Dan gaan we alleen maar door met die handen werken, een paar grepen, een paar submissions, gooi je er dan in. Dus het hangt vanaf hoe ze binnenlopen, hoe ze zich die dag of week voelen. Dit was Live Like a Pro met Igor bij de Combat Club. Vond je het een vette video? Laat het dan hieronder zeker even weten en vertel ons ook wat je nog meer wil zien. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen en dan zien we de volgende keer weer. Doei doei!